Het belastingkantoor, waarin ook de afdeling van ATM Nikeri is gehuisvest, is geruime tijd het toneel van renovatiewerkzaamheden geweest. Volgens parlementariër Rachid Doukhi ziet het gebouw er nu weer keurig uit en zal op korte termijn het gebouw weer herin gebruik genomen worden door de minister. Ik denk dat het een heel prachtig gebouw weer is geworden. Helemaal opgekalefaterd. Ziet er mooi uit, netjes. De erf moet een beetje opgeruimd worden. Laat u mij dit zeggen. U hebt het goed gezien. De minister van Financiën. Hij was in het weekend hier. We zijn langs gegaan daar, langs gereden. Maar hij was hier om meer privé aangelegenheden. En ik heb het eerder gezegd. Zijn zoon ligt hier in het ziekenhuis voor operatie. En we hebben dan daarover gepraat. En ik denk, als het goed is, ik heb gesproken over de grondzaken, tractoren, et cetera, dat dan dat ook meegenomen wordt. Als het niet wordt vrijdag aanstaande, dan zal het of ervoor of direct erna gebeuren. Maar binnen 2 weken zal dat ook een feit zijn dat ons nieuw belastingkantoor, dat als een sieraad daar staat tussen ROGB, CTA en nu oud-CCN, ook prachtig, in paars-witte kleuren. Nou, een beetje reclame maken voor mijn partij. En het plein daar, de trimbaan, et cetera. Nu een keer, die wordt mooi. Als ieder zo bezig is in de omgeving, dan zal Nikeri een van de mooiste stad worden. Maar kortom, de opening zal geschieden heel, heel binnenkort. Doekje die aankondigt dat de opening binnen 2 weken zal geschieden.